Facebook, mensen, ik heb een paar dingen te delen met je. Super belangrijk allemaal. Ik ben helemaal hyper en totally crazy en ik weet niet waar ik moet beginnen met vertellen wat er allemaal zo door me heen stroomt. En allereerst heel belangrijk om even te vertellen dat ik net uit de sauna kom. Dus ik heb echt een knalrode kop. Helemaal rood en helemaal warm. Want ik was net dus de hele dag door. Al een paar dagen krijg ik dus echt epic download, download, download. Als je niet weet wat een download is, google het even. Nee, gewoon ik bedoel inzichten from above, from the other side. Van God, zeg maar. Gewoon directe downloads in my mind. Dit is hoe het zit, dat is hoe het zit, dat is hoe dat zit. En ik lig dus al nachtenlang wakker ervan. Misschien is het de volle maan. I don't know what the fuck is happening, but something is happening. En misschien voel jij dat ook. Als je dat niet voelt en je hebt geen idee waar ik het over heb, stop dan nu alsjeblieft met kijken. Want je gaat me echt totaal voor gek verklaren met alle dingen die ik nu ga uitratelen voor jou. Anyway, ik had dus al die... En dan is mijn energie echt hyper, hyper. En dan heb ik geen geduld, geen... rust in mijn lijf. En mijn mind die dacht, oké, ik moet rust in mijn lijf vinden. Ik moet ontspannen, Dus dacht ik, ik ga even naar de sauna in de sportschool. Dus dat ging ik net even doen. Maar dat werkt natuurlijk voor geen meter. Ik heb er wel heel erg heet van gekregen, maar ik heb alleen maar meer inzichten en downloads. En toen zat ik dus net op de fiets terug. En toen kreeg ik nog meer inzichten. En toen dacht ik van, oké, ga ik daar maar even live over. Maar nu ik hier live zit, weet ik niet eens meer wat ik eigenlijk allemaal wilde zeggen. Maar in elk geval, wat wou ik ook weer allemaal zeggen? In elk geval, wat wou ik ook weer allemaal zeggen? Ik wou eigenlijk gewoon helemaal niks zeggen, zie je wel? Doe even normaal, Matthijs. Doe even normaal. Serieus, ga je dat zeggen? Dat vind ik echt raar en stom. En helemaal omdat je geen fucking foto hebt bij je profiel. Kan ik jou even nu... Even kijken, Matthijs blokkeren. Ja, dat kan ik. Dat vind ik heel raar. Dat je dan een filmpje op Facebook zet waar je aan het dansen en aan het chillen bent. En tuurlijk, mijn lijf is half naakt. Maar hoe de fuck gives a shit? Dat allemaal die mannetjes daar dan wil op gaan geilen. Super doei. Anyway... Dat is dus ook de reden waarom we ons niet vrij kunnen voelen om expressie te geven aan alles wat in ons leeft. Omdat er dan allemaal mensen iets van gaan vinden. En, deze livestream wordt echt weer een dom geratel. Want ik weet niet goed waar ik moet beginnen om al die dingen die hier zitten woorden te geven. Maar we gaan het toch wel even doen. Ik weet nog niet hoe. Oké, laten we in elk geval eerst even contact maken. Wie van jullie voelt ook nu deze dagen heel veel energie, heel veel helderheid, heel veel inzichten, heel veel transformatie. Dat je echt door heel veel soort van shit aan het heen breken bent. Wie van jullie voelt dat? Doe even een like of een comment en vertel even waar je doorheen aan het breken bent. Hoe dat voor je is, waar je nu zit. Ik heb zelf dus, de intentie gezet om aanstaande donderdag ga ik een ayahuasca reis maken. En wat zo cool daaraan is, is dat het alleen dus maar gaat in het leven over het zetten van een intentie en het nemen van een besluit. Ayahuasca is alleen maar het middel. Het gaat niet om die reis die ik dan ga maken, maar het gaat om het nemen van het besluit om die reis te gaan maken. En op het moment dat ik dat besluit dus neem... komt dus ook... Wacht even hoor. 1, 2, 3. Oei. Op het moment dat we dat besluit eens nemen... Nou, godsamme. Ik ga echt nooit meer dansende filmpjes posten. Dit is echt niet leuk. Doei. Dus ik zie hartjes. Dus mensen herkennen dat, ja? Dus op het moment dat we een besluit nemen, gaan dingen in beweging komen. Dus het besluit wat ik heb genomen is die reis te maken. En voor mij, de belangrijkste intentie wat ik voelde opkomen was, het, en dat denk ik niet over na, maar het is gewoon bam. Is voelde dat het voor mij gaat over diepe transformatie op drie belangrijke thema's. En de eerste is seks, of course.
want daar heb ik het altijd over. Sex is everything, sex is the whole universe. Het tweede thema waar ik diepe transformatie op mag gaan ontvangen en ervaren is eten. Het derde thema waar ik diepe transformatie op mag gaan ontvangen is geld. En die drie thema's, die zijn natuurlijk eigenlijk gewoon één. Seks, eten, geld zijn onze aardse... zijn onze aardse... Okay, als jullie geen leuke comments doen, dan word je dus geblokkeerd. Maar als je wel leuke comments doet, dan word je gecheerd. Ha, dat ruimt. Super grappig. Anyway, die drie dingen zijn onze aardse... ik trek echt heel verkeerde mensen aan. Nou, de energie is heel juist, maar die mensen mogen weg inderdaad. Maakt niet uit. Die drie dingen zijn... Ik ben zo afgeleid. Ik kan geen luistering doen als ik zo hyper ben. Dat zie je maar weer. Geeft helemaal niks. Nu probeer ik dus de comment van Peter te lezen, maar het lukt helemaal niet, want... Elke keer kom ik op een smiley ding. Lukt niet. Misschien dat ik deze livestream straks ook wel gewoon ga verwijderen. Want het gaat echt nergens over. Maar als je erbij bent, dan kan je hem dus live zien. En that's it. Oh, Peter. Super support. Thanks. Ja, ik zet een dansfilmpje gelijk in de kraaienwakker. Ja, zien jullie niet dat je best zielig zijn? Zo jammer dit. Doe gewoon je ding. Yay. Doe ik ook. Ik kan niet anders meer. Dus ja, dan doe ik dat. Maar inderdaad, daarom is ook waardoor ik dus... Christa, je bent all over the place. Meteen het oordeel. Dat mag niet. Super slecht. Maar daarom voel ik dus ook van... Ik ga echt niet meer al mijn shit op mijn openbare tijdlijn posten. Want iedereen kijkt. Maar niemand connect echt. En heb dus allemaal van die vage gasten. Die daar weet ik veel een beetje op zitten geilen. En weet ik veel wat. Maakt niet uit. Maar geniet ervan zou ik zeggen. Maar doe het dus niet meer. Anyway. Die drie thema's waar ik nu die diepe transformatie op aan het ervaren ben. Eten, geld en seks. Die horen bij elkaar. Want die zitten allemaal in hetzelfde chakra. Zoals we dat allemaal zo lekker spiritueel mogen zeggen. En dat gaat over dat eerste chakra. Gaat over onze basis. Over thuis zijn op de aarde. En helemaal hier incarneren en gronden. En ons lijf voeden dus met eten. En... eten, geld, seks, dat zijn gewoon, is gewoon one in the same. En als we een blokkade hebben op dat eerste chakra of een onhelderheidje, zou ik maar zeggen, dan stroomt dat niet lekker. Dus ik heb om healing gevraagd op die thema's en het is ook wel een beetje story of my life. Maar nu kom ik daar weer in volgende fases in. En daardoor krijg ik dus nu al die downloads van de andere zijde en al die shifts in mijn systeem. En ik heb dus al heel veel geschreven over geld. En ik heb dus heel veel downloads daarover ontvangen waar ik gewoon niet eens aan toe kom om al te schrijven. Want ik ben al 10 posts per dag aan het schrijven. En ik merk dus ook, het is helemaal niet de plek hier om dat openbaar allemaal te gaan delen. Dus wat ik Net kreeg ik superveel downloads dus over nieuwe manier van business doen, nieuwe manier van marketing doen en nieuwe manieren van geld verdienen. En waarbij je dus... Sorry, afgeleid. Die ik gewoon niet hier kan delen met de hele wereld. Dus als jij daar meer over weet, dan moet je me gewoon even een pb sturen. Dan ga ik je dat allemaal vertellen. Maar... hoe heet het? In elk geval gaat het erover dat alle oude systemen helemaal come crumbling down, zeg maar. Alles zoals we het altijd deden, is niet meer, kan niet meer, gaat niet meer. Dus zoals ik al eerder schreef, al die marketingstrategieën, al die salesstrategieën, fuck die shit. Hou ermee op, doe het niet, luister niet naar die fucking business coaches die zeggen dat je een sales page moet maken, die zeggen dat je een funnel moet maken, die zeggen dat je... weet ik veel wat, een maillijst op moet bouwen. Fuck al die shit. Ik heb het ook allemaal gedaan. Ik heb het allemaal, doe het allemaal, weet ik veel wat. Maar ik word gek van die techniek. Ik word gek van al die shit. Dus ik wil het niet meer. Dus hoe ik het nu anders ga doen, is gewoon dat ik... hoe het anders gebeurt, is dat ik nu totaal afgestemd ben op... Peter, dat is niet helemaal waar, denk ik. Maar oké, maakt niet uit. Maar dat ik nu totaal afgestemd ben op die energie. En dat ik voel...
wat er nu gaat gebeuren. En dat ik soort van de hele tijd die downloads binnenkrijg. En wat er nu gaat gebeuren, wat ik voelde, wat ik zag, is de komende 5 weken komt er enorm zo'n tak, 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 shift in die energie. En ik zie het ook gebeuren bij een aantal ondernemers die ineens anders gaan ondernemen. En ik voelde dus dat... dat je daar dus totaal geen marketing voor hoeft te doen en totaal geen sales voor hoeft te doen. Want het gaat gewoon over afstemmen op, inderdaad afstemmen op wat er staat te gebeuren. En het gaat niet over mij. Het is niet aan mij om iets te bewerkstelligen. Het is meer van, er komen downloads binnen. Er komt een nieuw energieveld binnen. En die moet geshift worden. En wat er dus daarvoor nodig is, is dat er een container gecreëerd wordt om die shift te gaan maken. Dus dat is wat ik net dus ontving, wat ik nu mag gaan doen, wat ik nu aan het doen ben, is een container creëren waarin een groep mensen een shift mag gaan maken. En die container is een soort van energieveld. En in dat veld komen die downloads binnen en worden die shifts gemaakt. En het is belangrijk om daarin om een container te hebben, want dan kan die energie stromen. Dus mijn verlangen om het op heel internet te delen is niet mogelijk. Want dan is het, hoe zeg je dat, dissipating, zeg maar. Al die energie gaat alle kanten op. En wat er nodig is, is dat er een veld is. Dus een begin en een einde, soort van. Dus dat is wat ik nu ga doen. En dat is wat ik... wat dus de komende 5 weken al die shit door me heen gaat komen, ga ik dat delen met een klein groepje mensen die ook voelt dat die shift gaande is. En die soort van wil intappen op die energie, zeg maar, op dat energieveld. Van hoe kunnen we het anders gaan doen? En eerlijk gezegd, ik weet het ook niet, maar ik voel wel dat die shift gaande is. En ik krijg een soort van al die boodschappen en inzichten zo nu ploep, ploep, ploep door me heen. Dus als je daarin mee wil, stuur me even gewoon een berichtje dan. Stop ik je in die groep en dan gaan we dat samen doen. Maar het kan gewoon niet hier, waar allemaal mensen meekijken die geen ene fuck idee hebben van waar ik het over heb. En Peter zei ook al, het geldsysteem gaat vallen. Het gaat inderdaad niet over het geld. Echt totaal, totaal niet. Het gaat over het ontwaken van de mensheid. En zoals ik eerder ook al schreef, zijn er steeds meer... zo irritant als 100... inzichten tegelijk in je hoofd ploppen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat je echt denkt, oké, hoe ga ik nu woorden geven aan... totally crazy. Nu ben ik het hele verhaallijntje kwijt. Ah, wat was ik aan het zeggen dan? Ik weet het niet meer. Totally crazy. Ik zeg de hele tijd totally crazy, want het is totally crazy. Wat ik dus voel is dat er een energie... Je kan het God noemen, Godin noemen, de andere zijde, de zielen, de engelen, de spirit helpers, de great spirit, hoe je het maar wil noemen. Er is een energie die soort van incarneert in de mensen. En de gevoelige mensen, de hooggevoelige mensen, mensen die daarop afgestemd zijn, die voelen die energie het eerst. En zo dwarrelt hij soort van neer en komt hij steeds in een andere laag van de samenleving. En zoals ik ook al eerder schreef in de post, er komen dus golven van ontwaking aan, waarin er steeds een nieuwe golf, een nieuwe groep mensen gaat wakker worden, gaat bewust worden, die shift gaat maken van dat mind-ego-bewustzijn naar dat hartsbewustzijn, naar die afstemming op het grote organische geheel, op Great Spirit. Het hoeft niet eens heel heilig en ingewikkeld en religieus te heten, maar op die energie, noem het zoals je het wil. Dus, en die golven komen. En die golven komen dus in groepen. Dus er is een groep mensen die nu klaar is om die golf te gaan maken. En er zijn heel veel lichtwerkers, misschien ben jij ook zo iemand, ik ben zo iemand, die nu klaar zijn om die downloads te channelen. Om die groep mensen te begeleiden in die golfbeweging, zeg maar. Dus met mij zijn er honderden ondernemers, andere ondernemers die ook zo werken als ik, die ook channelen, die ook downloads hebben, die groepen mensen begeleiden. En nu, wat er nu gebeurt, is dat er dus gewoon letterlijk, gewoon, ik kan het niet uitleggen, maar een soort van tegen mij gezegd wordt: Chris, ga een golfje begeleiden, ga een groepje mensen in dat kader stoppen, in dat energetische veld, zodat die downloads daar in kunnen droppen, zeg maar. En wat daar dus echt voor nodig is, dat het een energetisch veld is, afgebakend en niet all over the place hier op Facebook, maar dat het afgebakend is. En
Dus, en ik voelde ook van de mensen die daarbij moeten zijn, die zullen daarbij zijn. Dus als jij een ja voelt, als je denkt, ah ja, oh my god, what's happening? I feel it, I feel something. Ik snap er geen fuck van, maar ik voel iets. Dan welkom, stuur me even een berichtje. Laat ik je weten waar het precies over gaat. Als je dat niet voelt, no problem, then it is not for you. And that is totally fine. Dus ook al is er niemand die daarin mee wil, ik ga deze shift nu maken. Ik zit in dat energieveld nu om die shift te maken. En wie erin mee wil, mag erin mee. Wie dat niet wil, helemaal goed. En ik weet ook niet waar het naartoe gaat. Ik weet alleen dat het gaat gebeuren. En dat het door mij heen gaat komen. En dat ik het met een klein groepje mensen mag gaan delen. Dus dat even daarover. Oh ja, en wat ik dus wilde zeggen. Is dus dat die energie. Ik doe me nu even energie. Godin, ontwaken, whatever. Die wordt dus geïncarneerd in ons systeem, in ons lijf. En we worden dus letterlijk, zoals we dus altijd zeggen, hoe heet het? We worden een instrument van liefde, zo noem ik het altijd. Maar dat klinkt dan heel spiritueel en heel zweverig misschien voor sommige mensen, maakt niet uit. Maar letterlijk, it's not about me. Zoals Ayahuasca in mijn laatste reis zo duidelijk zei, het gaat niet over mij. Get out of the way. En dat is dus de kunst om uit de weg te gaan. Om zelf eruit te gaan. Want Christaatje, ik hier nu als dit systeem, Christa, is onzeker en is bang en heeft allemaal twijfels en allemaal mindfucks. En denkt, oh, maar mijn haar zit niet goed en ik heb een rode kop, want ik kom eruit de sauna omdat ik dacht dat ik moest ontspannen. Maar eigenlijk moest ik een livestream doen om dit allemaal te vertellen. Dus get out of the fucking way. Get out of the way. Vorige keer, mijn laatste ayahuasca reis, echt, ze werd echt een soort van pist op mij. Van, het is nu echt wel een keer klaar. Rot op. Het gaat niet over jou en al je kleine kut onzekerheidjes. Get out of the way. Want dit, echt als een geboorte, zeg maar. Die energie moet nu geboren worden hier op aarde. En wij mogen daar het kanaal voor zijn. Dus shut the fuck up met je onzekerheidjes. Shut the fuck up met je ondernemingsstrategieën. Shut the fuck up met je sales funnels. Er wordt hier iets geboren. Hallo. It's not about all of that fucking bullshit. It's about the mission. It's about fucking planetary awakening. En dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. Er wordt gezegd 2020 is een belangrijk keerpunt, maar dit is nog maar het begin. Wij denken misschien dit is het. We zijn hier een groepje mensen, honderden, duizenden mensen die hiermee bezig zijn. Maar het is echt nog maar peanuts als we kijken op wereldniveau van de mensen die nu wakker zijn en die niet wakker zijn. En er komen dus golven van awakening. En die al die mensen moeten begeleid worden. En ik beschreef het ook al in een van mijn posts. Je kan het zien als een soort van oorlog. In een van mijn visioenen de afgelopen nachten zag ik dat. Het is een soort van oorlog, een wereldwijde crisis die eraan komt. En dat is niet iets om bang voor te zijn. Want het is allemaal begeleid en het is allemaal veilig en het is allemaal goed. Maar het is gewoon crisis, want al die shit gaat gewoon instorten. Maar en het gebeurt op zo'n manier dat een beetje instort, een beetje opgevangen wordt. Een beetje instort, een beetje opgevangen wordt. Het wordt allemaal geleid. Het komt niet in één keer. Niet die hele oceaan komt plaf in één keer op je kop. Het komt in golven. Dus het breekt een beetje af. Mag een beetje anders. Het breekt een beetje af, het mag een beetje anders. En hoe heet het? Ja, er komt dus wel een wereldcrisis en crisis in de zin van een geboorte. Zoals Mark Goffney, mijn teacher, het zo mooi zei. Every crisis is a birth. Dus er is nu een geboorte gaande. En ik val in herhaling. Maar in elk geval is dat waar het om gaat. Do I make any sense at all? Of denk je echt koekoek? Super raar. Want als je denkt koekoek super raar, is echt helemaal niet erg. Geeft helemaal niks. Je mag me super raar vinden, super stom vinden. Je mag denken, what? That chick belongs in a mental home. Totally fine. Maakt niet uit. Want zeg maar, de gedachten die ik heb vanuit die energie. Zeg maar, als ik toesta dat die energie helemaal in mij komt. De gedachten die ik dan heb. In onze maatschappij word je daarvoor of in de gevangenis gezet. Of in een mental home gezet en dan moeten de pillen in, zeg maar. Echt going totally crazy. En dat is dus ook iets waar ik als Christa leer om mij aan over te geven. En de angst om helemaal gek te worden los te laten. Want in die zin, ik word ook gek.
Ik word knettergek. Want dit wat er door me heen komt, past in geen enkel systeem. En dat is dus ook... Misschien heb je dat, als je een beetje zoals ik bent, ook altijd gevoeld van... Ik pas niet in dit systeem. Ik ben een soort van misfit. Maar het is de bedoeling dat je een misfit bent. En je leven gaat erover dat je de moed gaat vinden om, om het anders te gaan doen. En hoe heet het? En de moed gaat vinden om dus raar gevonden te worden. En de moed gaat vinden om de angst om totaal gek te worden, te feesten in jezelf. En te weten, I know who I am. Ik weet dat het waar is, iedere fucking zin die ik hier zeg. En ik kan er wel van janken als ik dat echt toesta. We zijn hier niet alleen in dit fucking heelal. En het is zo... irritant, arrogant van ons mensen om te denken dat wij een soort van de baas van het universum zijn. En tegelijkertijd forgiveness, forgiveness, forgiveness. Want we kunnen er niks aan doen, want we waren aan het slapen. We waren niet bewust. We hebben het niet gewoest, zullen we maar zeggen. Maar mensen zijn als een soort van ongedierte hier op deze supermooie planeet aarde. En we maken haar kapot. En daarom is er van buitenaf besloten om eventjes in te grijpen en de mensen een handje te helpen om wakker geschud te worden. En iedereen die daar niet naar luistert, die zal vanzelf van de aarde afgeswieperd worden. Of weet ik veel wat, maar ja, je kan niet anders dan luisteren. Want dat energieveld waar de aarde nu mee omringd wordt, dat komt steeds dichterbij. Fucking scary. Het is best wel eng, maar het is helemaal niet eng. Maar dat energieveld komt steeds dichterbij. En de mensen die het echt voelen, die zijn daar nu al op afgestemd. En hoe gevoeliger je bent, hoe eerder je het voelt, hoe sterker je het voelt. Zoals ik nu. Wow. Maar het komt steeds dichterbij. So there's no fucking denying. Het is een soort van hele, eigenlijk ook heel liefdevolle energie. Heel liefdevol, die heel zacht zo. En... Ik zou dus de mensheid kunnen vergelijken met een soort van wild dier. Een dier dat heel veel pijn heeft en daardoor heel agressief is. En daardoor helemaal crazy, crazy, crazy. Ze gaan het uitleven is op de aarde en alles aan het uitbuiten is. En zijn gevoel aan prop is met eten en alles aan het nemen, nemen, nemen is. Heel hard aan het werken, werken, werken is. Geld, 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 meer, meer, meer. Dus ook totally lunatic, lunatic, lunatic. En dan komt die energie dus van buitenaf en die komt... It's okay. Hush, 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 hush. En die komt als het ware die mensheid sussen. All is forgiven. All is forgiven. You are safe. You are held. You are loved. Die energie die zo om die aarde heen komt. It's okay. It's okay, you are safe, you are held, you are loved. En zo komt die energie steeds dichter bij de aarde en worden alle mensen vanzelf wakker. Ah, zelfs de super rationele energieleverancier die toevallig hier aan mijn deur belde, heel toevallig, zit een half uur later met mij in meditatie te vertellen. Van, oh my god, ik heb zulke rare ervaringen. Zo, als je mee wilt in deze energie, dan ben je super welkom om die shit te gaan shiften. Wat mij net is verteld, in mijn oortje is gefluisterd toen ik op de fiets naar huis zat, was dat het de komende 5 weken gaat gebeuren. Dus ik ga deze shit channelen, doorgeven, downloaden en nog veel meer dus van dit soort livestreams doen. En dat gaan we doen met een klein groepje mensen die echt de intentie hebben om die shift te maken. Die ook bereid zijn om daarin te investeren. En daar energetisch helemaal bij betrokken te zijn. Want hier is het veel te veel, het Engelse woord, dissipated. En iedereen komt een beetje inwaaien en haakt een beetje af. En denkt, oh, is een beetje raar, is een beetje leuk. En het essentiële, essentieel om welke shift in je leven dan ook te maken, is super simpel. De big secret, het is het besluit
te nemen om die shift te maken. Als jij denkt, nou, kijk wel even mee naar Christa. Nou, ik ga niks zeggen hoor, ik ga ook zeker niet liken. Ik ga wel een beetje anoniem meekijken. Ik vind het een beetje raar. Denk je dat je leven dan gaat veranderen? Denk je dat je dan die shift waard bent, zou ik maar zeggen. Je bent het waard, want je bent fucking waardevol human being. Maar als jij je niet openstelt om het te ontvangen, als jij niet zegt, als jij niet in extase en diepe wanhoop op je knieën valt en uitreikt en zegt, ja, ik wil. Waarom zou het dan naar je toe komen? Waarom zou het dan iets veranderen in je leven? Dus als je een ja voelt, stuur me even een berichtje. Dan ga ik je uitleggen hoe we dit gaan doen. Als je denkt, ik weet het niet, what the fuck, die chick is echt super lunatic en een beetje psychotisch en raar. Never mind, let it all go. Geniet van mijn vage livestreams, lach me uit, stuur allemaal rare berichtjes over dat ik een lekkere kont heb als ik in mijn onderbroek dans. I don't give a fuck. Nou, I do give a fuck, ik blokkeer je en verwijder je even, maakt niet uit. Maar de meeste mensen hier zijn wel leuk en snappen wel waar ik het over heb. Toch hoop ik, stuur even een comment als je het leuk vindt. Stuur me een berichtje als je mee wil in deze mindblowing shit die nu door ons heen aan het komen is. Gaan we nog even nakletsen. Als iemand iets wil zeggen, wil delen, wil vragen, whatever, doe in een comment. Lees ik ondertussen even wat jullie hadden gezegd. En dan is het tijd om op te hangen. Echt rood, hè? Echt rood ben ik. Maar dat geeft allemaal niet. Want ja, dat ben ik gewoon. Want ik kom net uit de sauna. Vroeger werd ik hier altijd mee gepest. Serieus. Ik werd voorstellen. Mijn hele jeugd was zo zwaar. Want ik werd op school altijd gepest. En weet je waarom? Omdat ik altijd rode wangetjes had. Werd ik tomaatje genoemd. Nou, dan kan je leven over doen om dat trauma te helen. Of je kan gewoon wakker worden. Dat kan je ook doen. Anyway, Peter, het zijn de negatieve entiteiten die van ons mensen maken dat de aarde kapot maken. Time to kill. Zo irritant, want ik lees het. Ik kan niet verder lezen. Omdat er dan een smiley komt die ik niet wil zetten. Time to kill the Illuminati. Ja man, fucking entiteiten, demons, I don't know what the fuck is going on. Maar we zijn in elk geval wel fucking in de houtgreep van dark forces. Let's slide in with our sword of light. Ja man, vaag shit is happening. Monique, doe mee, super cool. Stuur me even een berichtje. Super cool, super cool, super cool. Go, go, go. Let's do this shit. Ja? Geen vragen daarover? Niemand die een vraag heeft. Niemand die een vraag heeft. Niemand die iets wil zeggen. Niemand die iets wil, ik weet niet wat, nog wil kletsen. Anders gaan we ophangen. Oh man, kan de kruin nu even weer dicht? Want ik word helemaal gek. Hey, ik weet het wel. Aarde en zo is ook heel belangrijk. Maar weet je wat grappiger is? Ik weet dan precies waar ik zit. En dit gaat dan helemaal open. En ik weet dat het belangrijk is voor mij om te aarden. Dus net ben ik even een stukje gaan wandelen. En ik liep op mijn schoenen. Want ik moest weer schoenen aan. Want inmiddels is het natuurlijk iets kouder. Want de herfst komt eraan en zo. Dus dan moet je schoenen aan. Maar ik had oude schoenen nog hier staan. Maar er zit een hakje onder. En ik heb dus al echt een half jaar loop ik alleen maar blote voeten. Altijd overal. En ik ging ineens die schoenen aan doen. Ik dacht, wat heb ik nou toch weer aan? Wat heb ik nou aan mijn voeten hangen? Dus ik dacht, nee, dit gaat echt niet werken. Dus ik heb halverwege gewoon die schoenen uitgetrokken, mijn sokken uitgetrokken. En ik ben op blote voeten verder gelopen. Nou, dat is dus ook een beetje raar. Dan kan je ook wel in een lunatic house. En ik denk dat echt mensen die me dan tegenkomen, die denken echt, what the fuck? Want dan loop ik daar en ik ben echt zo woesh, 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 inzichten aan het hebben. En met bomen aan het praten en energie aan het voelen. En ik loop op blote voeten. Dus ja, ik ben gewoon basically the local village crazy whatever person. Mark van het, je bent te laat, de hele rant is gewoon voorbij. En nu zit ik een beetje zo wee, na te kletsen over trivial stuff. Maar je weet het maar nooit, want zolang het aanstaat, staat het aan, weet je. Wie weet wat er nog meer allemaal doorheen komt. I don't know. Maar nu hebben we het in elk geval over blote voeten lopen. En het belang daarvan, omdat het helpt om te aarden.
En ik was dus ook zo wijs om te bedenken van, oh my god, I'm so on fire. Fire! Maybe I need some water. Dus ik ging eventjes naar het zwembad in de sportschool om daar eventjes te chillen in het water en even slow the fuck down. Ah. Dus die is er ook. Die is er ook. En toch kreeg ik ook door van, ja, het is leuk, Chris, dat jij even langzaam wil doen. Maar het gaat er nu even om dat je even snel bent. Dus als je vuur te doen hebt, moet je niet water gaan zitten doen. Dus just accept that you are on fire now. And whatever. Bla, bla, bla. Wil iemand nog iets zeggen? Wil iemand nog iets vragen? We zijn zo gezellig aan het kletsen, toch? Nee? Ja? Stil. Larissa de Pista, ik zie jou ook en ik zag jouw comment ook. En super tof dat je mee gaat shiften. Stuur mij even een berichtje of ik stuur jou een berichtje. Dan gaan we dat samen eventjes doen. Ja. Is there anything else that wants to be said right now that is like super important? Super duper important. Niks te vragen. Loud and clear, clip en klaar. Awesome, Monique. So I will see you on the inside of our super soul family group. Die samen de komende weken deze shift mag maken. En ik kreeg dus door 5 weken. 5 weken gaan we die shift. Binnen 5 weken gaan we die shift maken. Maar toen was het ook zo van, ja, I don't know what the fuck's going to happen in die 5 weken. Weet je, misschien ga ik elke dag dit soort epic livestreams doen. Misschien val ik gewoon helemaal stil. En er valt er niks meer te zeggen. Want net als hoe heet het, met die met de ayahuasca reis, zeg maar. Het gaat om de intentie. Het gaat om dat besluit. En om de vraag aan het universum. En dan, met echt het besluit van, ik wil deze shift gaan maken, komt de transformatie. En mijn hoofdje gaat denken, oh, ik ga dan die ayahuasca reis maken, dus dan zal de transformatie wel komen. Maar de grap is, hier heb ik een besluit gemaakt. En daardoor gebeurt dit allemaal. En daardoor ontvang ik nu allemaal die downloads over die shit. En dan, eigenlijk voel ik nu echt van, oh, donderdag is die reis, maar eigenlijk heb ik die reis niet echt nodig, want alle downloads zijn al gekomen, alle shifts zijn al gemaakt. Dus ayahuasca is voor mij ook eigenlijk alleen maar een tool, een middel om de poorten te openen. To hush, hush, hush the worrying, worrying mind, zoals ze altijd tegen mij zegt. So shit can finally come through. Dat we eindelijk dat kunnen maken. En maar het staat altijd al zo open bij mij dat ik ayahuasca niet per se echt nodig heb. Maar nu voelde ik toch weer van, oh ja, ik heb wel weer zin. En ze zegt altijd tegen mij, moedertje ayahuasca, van, come whenever you want. Weet je, als je gewoon even wilt chillen in die energie. En weet je, nu, ik channel die energie en ik voel die energie en ik krijg die downloads. Maar nog steeds is er ook dat Christa bewustzijn dat denkt, oh my god, dit is toch heel raar, ik weet niet hoor. En als ik daar ben, ben ik gewoon echt vol. Ben ik gewoon totaal de godin en zie ik alles, hoe het werkt, wat de bedoeling is, wat er gaat gebeuren, al die shit. Dus het is wel fijn om even in die space te zijn. Misschien ook nog eventjes wat traumaatjes te helen. Ook altijd leuk. Want ja, die zit natuurlijk ook gewoon al lekker opgeslagen in het lijfje. Dus die mogen soms ook even lekker schoongespoeld worden. Dat wordt kotsen en janken. Anyway. Dit was het even, geloof ik, voor vandaag. Want ik loop alleen nog maar onzin te lullen. Als je zinnige dingen wil horen, moet je even straks een beetje terugspoelen. Niet te ver terugspoelen, want het begin was ook onzin. Maar het midden was volgens mij best wel leuk. ja. En als je het heel erg leuk vond, stuur me even een pb'tje. Want dan gaan we samen een diepere shift maken. De komende 5 weken. Awesome! Doei, schatte patatekes!